Het is weer die tijd van de maand. De Clan Games zijn terug in Clash of Clans. En dat betekent dat er ook nieuwe rewards zijn die we natuurlijk heel graag willen hebben. Vooral dat heldenboekje wil ik dus zeker niet missen. Maar om aan dat heldenboekje te geraken, moeten wij natuurlijk challenges doen. Dus daar gaan we deze video aan werken. Hopelijk kunnen we goede vooruitgang boeken naar die 4000 punten die wij in totaal kunnen verzamelen. Laat zeker alvast even een like achter. En aan die 72% die nog niet geabonneerd is, I see you. Doe het zeker even, zou ik enorm appreciëren. En dan denk ik dat we nu gewoon gaan beginnen aan deze video. We zijn hier dus in Clash of Clans en wat we hier kunnen zien is dat de Clan Games terug zijn. Ik heb al 750 punten gehaald, maar ik moet er nog heel wat bij halen als ik aan die 4000 wil komen voor die extra reward. En als we even kijken hier, dan zien we dat er dus een heldenboekje te winnen is. Maar ook twee nieuwe runes, dus één voor de Bouwerschout, daar hebben wij op zich niet zoveel aan. Maar dat elixir rune, als we hier die 4000 punten kunnen halen, dan kunnen we hier natuurlijk twee beloningen uit die ene rij halen. Dus dat zou mooi zijn, dat is ons doel. Laat ook zeker in de reacties even weten wat jullie voor rewards hiervan zouden pakken. Ik denk dat er ook enkele van jullie misschien voor de gems zouden gaan, omdat wij nu hier natuurlijk die bouwvakkersleerling hebben, die gems kost om te upgraden. Dus ja, ik ben wel benieuwd. Laat dat zeker even in de reacties weten. Maar wij hebben dus een challenge om te doen en wij moeten hier in totaal 300% halen. Zoals jullie kunnen zien heb ik al 288% gehaald, dus eigenlijk moeten we nog maar één aanval doen en we krijgen een mooie 600 punten erbij. En daarna kunnen we eens kijken wat voor andere challenges we nog kunnen doen in deze video. Ik zie hier namelijk deze, die we misschien kunnen doen aangezien we in Legend zitten. Dit zou misschien ook in één aanval kunnen gedaan worden. En voor de rest doe ik natuurlijk ook best wel graag Clan Game challenges van de Builder Base, omdat die redelijk snel gedaan worden. En ik kan dus heel snel nieuwe aanvallen doen in de Builder Base. Dus dat is echt wel een van mijn favoriete strategies hier om punten te verzamelen. Gewoon in de Builder Base redelijk snel wat challenges doen. Maar voordat we zo meteen die aanval gaan doen, heb ik hier nu wel max goud in mijn storage. Dus dat is natuurlijk niet zo prettig als wij straks een aanval doen en al die loot eigenlijk missen. Dus wij gaan een upgrade doen. We hebben al hier deze multi-boogschutterstores geupgrade naar level 2. De laatste is bezig. Maar we hebben hier nog een kaatskanon dat naar level 2 kan geupgrade worden. Dus dat is de upgrade die wij nu gaan doen. En we gaan die gewoon starten. En dan hebben we ook alweer die gemergede gebouwen gewoon volledig max tot nu toe. Want dat zijn er op Stadshuis level 16, maar 4 in totaal. 2 boogschutterstores en 2 kanonnen. En daar zijn we nu vanaf. Dus daarna kunnen we beginnen met het volgende, wat waarschijnlijk de Inferno-torens zullen zijn. Maar we gaan nu terug naar onze gewone base en we gaan die aanval beginnen. Onze troepen staan klaar en ons klankkasteel zit vol. Dus we kunnen gewoon meteen een base vinden. Ook omdat we in Legend zitten, moeten we dus eigenlijk niet zoeken. We krijgen meteen een base en daar gaan we nu even op, op klikken. En we vinden een stadshuis level 15. Dat is natuurlijk heel erg mooi, want normaal gezien moet dat dus gewoon een mooie 3-ster worden. En er is redelijk wat loot, 600.000 van elk. We zien hier de windblazers, die staan op deze manier geplaatst. Dus ik ga waarschijnlijk via boven of onder aanvallen. Ik ga via hier, want daar staat ook de Eagle Artillery. En de monolith staat hier ook. Dus we gaan hier gewoon aanvallen. En dat doen we door onze ballonnen neer te zetten. Onze blimp en dan onze warden die we nu hier de ability voor activeren. En dan gaat die blimp mooi naar het midden. En dan gaan we hier die droppen. Oeh, hopelijk leven die archers nog. 2 bommen. Maar ze leven nog wel, dus hopelijk zoveel mogelijk damage nu. Ik moet even tellen, zodat we dat allemaal goed timen met die invisibility spreuken. Ik denk dat ik die eerste twee een beetje te snel heb gegooid. Maar we hebben heel wat damage aangericht. Stadshuis is neer, Adelaars artillerie is neer en de monolith is neer. Dat is perfect. Nu kunnen wij hier nog proberen 2 air defenses uit te schakelen met onze queen. Gaat ons dat lukken? Dat lukt ons perfect. Dat is heel erg netjes. En dan hebben we hier ook nog een andere air defense beneden. En die gaan we gewoon met de Royal Champion uitschakelen. Dus dat komt goed hier. En die laat ik even zijn werk doen. En omdat ook de windblazers allemaal neer zijn, ga ik gewoon via deze kant om onze troepen een beetje te verspreiden. En dit is dus, dames en heren, een heel makkelijke 3-ster. Want heel veel gaat er hier niet meer fout gaan. Bijna alle grote defenses zijn gewoon al neergehaald. En zoals jullie kunnen zien, zijn er bijna alle troepen die nog leven. Behalve de queen. Oh nee, de queen leeft nog. Ik dacht dat de queen was doodgegaan aan de clan-troepen. Maar die leeft dus gewoon nog. En dit is echt een overweldigende 3-ster.
Nu nog de laatste gebouwen die neergaan en hoppakee, we hebben de 3 ster binnen. 600.000 loot van elk, maar daar komt nog eens een hele mooie bonus bovenop, want we hebben nu een reeks event dat bezig is. En daarvan heb ik nu al 150% bonus. Dus dit is heel mooi loot dat hier binnenkomt. We hebben ook onze uitdaging nu voltooid. En we zien hier dat we dus 600 punten erbij krijgen. Dus dat is natuurlijk een mooie bijdrage. En ik zie hier nu ook deze challenge. Die gaan we denk ik doen. Want 100 levels tezamen, dat moet zeker lukken in de legend base die ik tegenkom. Als je Assassin's level 16 tegenkomt, die heeft misschien een queen van level 95. Dus dit moet zeker lukken. We gaan die gewoon pakken. Onze troepen staan al klaar, maar ons klein kasteel is natuurlijk nog leeg. Dus die gaan we snel even vullen. En dan... ik had die blimp eigenlijk niet moeten kopen, realiseer ik me nu. Want ik heb gewoon blimps in mijn werkplaats. Dat was een beetje een verspilling van raid medals. Ik moest absoluut geen blimp kopen voor in mijn klankkasteel. Maar goed, we hebben de super archers en de troepen dus wel. En daar gaan we nu gewoon weer een tweede aanval doen. En hopelijk kunnen we weer een status level 15 vinden. Hoppakee, status level 15. En zijn de helden tezamen level 100? Ja hoor, kijk eens aan. De king is level 88 en de warden is level 61. En de queen is level 90, dus we gaan hier sowieso aan die 100 levels geraken. Nu moeten we even snel kijken van welke kant we gaan aanvallen. De windmachines staan weer redelijk gelijk zoals de vorige beest. Ze blazen richting het stadshuis. Dus we gaan via boven aanvallen. Ik ben op zoek naar de monoliet, maar die staat hier gewoon niet. Of ben ik blind? Nee, die heeft gewoon nog geen monoliet. Dus wij gaan via boven aanvallen tussen hier de Inferno-toren en de Adelaarsartillerie. Zelfde strategie, ballonnen met de blimp die naar binnen gaat. En dan gaan we hier onze Warden Ability activeren. Er zullen hier waarschijnlijk bommen staan, maar normaal gezien kunnen max super archers 2... Dit is een heel vervelende twist. Deze gaat helemaal fout. Leven er nog archers? Oh boy, dit is helemaal verkeerd gegaan. We vinden een status level 15, dat is natuurlijk heel erg mooi, want normaal gezien moet dat dus gewoon een mooie 3-ster worden. 3-ster worden. 3-ster worden. We gaan weer in crisismodus. Dus die stadshuis level 12 base heeft ons goed te pakken. Om eerlijk te zijn. Dus nu moeten wij hier proberen nog wat uit te halen. We gaan hier de queen inzetten. We pakken gelukkig wel een mooie ability mee. Die hier dus 2 air defenses uitschakelt. Ik zet hier de king ook in. We hebben wel nog wat spreuken. Een 3-ster gaat dit volgens mij niet worden. Maar we moeten die helden hebben. Ik ben langs de verkeerde kant gegaan met mijn Queen Ability. Ik heb die helden nodig. Die helden moeten neergaan. Dus wij gaan hier nu gewoon met onze draken in langs deze kant. En hopelijk zoveel mogelijk damage kunnen aanrichten hier. Ik ga mijn ability gebruiken nu. Van mijn Royal Champion. En we gaan proberen zo diep mogelijk in de base hier te geraken. Ik gooi hier een Invisibility spreuk op. En we gaan hier nu ook nog een invisibility spreuk op gooien. We kunnen hier eventueel een draak inzetten. Maar het stadshuis gaat sowieso dus wel neer, denk ik. Het stadshuis gaat inderdaad wel neer. Maar kijk, dames en heren, dit was een... Nee, het stadshuis gaat gewoon niet neer. Het stadshuis gaat niet neer. Of wel? Gaat die draken doen onder de invisibility spreuk? Die heeft niks van levens meer. Volgens mij gaat het net niet zijn. No way! Oh my god, nee! Ja, dat was echt een blunder. Dat was echt een grote blunder. Die aanval ging volledig fout. Omdat die blimp dus door de tornado en dan de windmachine teruggeduwd werd. En niks van de super archers die overbleef. Maar volgens mij hebben we onze missie wel gehaald. En inderdaad, we hebben dus de helden kunnen vernietigen. En dat is uiteindelijk wat telt. De trofeeën maken mij niet zoveel uit in Legend op dit moment. Want kijk, we staan er al goed voor. Plus het seizoen eindigt gewoon over 10 uur. Dus het is niet alsof ik nu nog een grote push ga doen. Aangezien we nu 2 aanvallen hebben gedaan en onze troepen aan het trainen zijn, moeten we dus een builderbase aanval doen voor de volgende challenge. En ik zie hier niet direct zo'n mooie challenges. Deze kan wel, maar die duurt te lang om in de video af te maken. Dus ik denk dat wij gewoon hier 30 gebouwen gaan vernietigen om te beginnen. Volgens mij moet het gewoon lukken om 30 gebouwen in 1 aanval te doen op de builderbase. Dus dat gaan we nu testen. En we zullen zien hoe dat gaat. We krijgen hier deze base. En wat gaan we hier kunnen tegen doen?
ik ga hier een kanonskar pakken. Langs de rechterkant kunnen we... Die X-boog is wel vervelend. En... Oh, ik kan dat nu ook scouten. Dat is dus ook niet met de update. Maar ik wist niet dat het in de Builder Base ook was. Dus ik kan hier zien dat het mogelijk wat lastig wordt voor mijn kanonskar hier met die X-boog. Maar we gaan het gewoon proberen. We gaan hier wat proberen te doen. Eén kanonskar gaat hier. En dan gaat één kanonskar hier. En dan gaan we hier proberen deze Archer Tower uit te schakelen. Maar dat gaat vervelend worden met dat kanon daar. We gaan hier deze zo zetten. Volgens mij kan deze wat dichterbij komen. Oké, en nu gaan we beginnen alvast met... nu gaan wij onze machine daar boven inzetten. En wij gaan hier proberen dichterbij te komen. Oh, dat komt niet goed, hè. Dat komt niet goed. Dus we moeten hier een minion inzetten, jammer genoeg. Iets te vroeg, maar die overleeft... Dat kanon overleeft wel. Dus dat is nice. En nu gaan wij hierboven proberen zoveel mogelijk damage aan te richten. Want de tijd begint te dringen. En hier hebben we natuurlijk... Ik wacht nog even hierop. Voilà. En nu gaan wij hier proberen zoveel mogelijk damage aan te richten. Deze kan naar het midden gaan. Prima. Maar die mag niet dichterbij komen. Oh, waar ben ik mee bezig? We gaan hier dit zo doen. En volgens mij lukt dit wel nog. We hebben 40 secondes, maar dit gaat volgens mij nog wel lukken. We hebben hier namelijk nog redelijk wat baby dragons die leven. 2, maar dat is ruim voldoende, want we hebben ook nog onze held. En er is bijna geen air defense meer. Ik ga dat kanon niet meer bewegen. Want als ik dat kanon nu nog beweeg, is er mogelijk dat er... Dat, zeker, vooral nummer 6 hier, dat die in een bom valt of zo. En dan gaat die nog alsnog kapot. En ja, dat willen we natuurlijk niet. Ik ga gewoon wachten. Oh nee! Er is daarboven nog iets. Oh, wat een geluk dat ik nog die ability heb van deze. Die zou moeten kunnen klutchen. En doet die ook. Gelukkig. Dus kijk, nu ons kanon leeft ook nog. Die ene met low HP. Dus die gaat een klein beetje regenen hier. En dan krijgen we deze base. We gaan weer iets gelijkaardigs doen. We gaan dit proberen met 3 kanonnen. Eentje hier onderaan. En dan nog eentje hier onderaan. En dan... kijken hoe ver we... die lokt al. Die magma spuur. En dan gaan we kijken of we hier diep in de base kunnen proberen te geraken. We hebben ook nog 2 baby dragons, dus dat is niet slecht. En dat ene kanon gaat hier sowieso neer. Oké, we gaan proberen die air defense uit te schakelen. Dat is ons doel. Deze kan dat alleszins al heel goed doen. Oké, we gaan nu gewoon dat air defense uitschakelen. En dan zien we wel met onze baby dragons hoe ver we kunnen geraken. Ik denk dat we nu hier onze ability gebruiken van de baby dragon. En dan hopelijk kunnen we hier dus die air defense uitschakelen. En dan lijkt dit best wel goed te gaan. Want nu moeten wij hier enkel nog... Wat... Ja, er is eigenlijk geen air defense meer. Er is eigenlijk geen air defense meer, behalve die... Er is behalve die Tesla geen air defense meer. Dus hopelijk kan deze baby dragon hier dat reuze kanon uitschakelen. En dan kan dat ons kanon sowieso die Tesla uitschakelen. En deze aanval is dus heel mooi gelukt. Kijk, het is gewoon een mooie 6-ster. Geen 3-ster, het is een 6-ster. En dan hebben we onze taak heel mooi gedaan. Mijn commentaar was een beetje messy, want ik moest focussen op de aanval. Maar de focus is wel gewoon beloond met een mooie 6-ster. En dat geeft ons sowieso hier de nodige 30 gebouwen voor de challenge te completen. Laten we eens kijken of er nog één challenge is die we snel kunnen doen op de Builder Base. Ik zie hier voor 200 punten, 200%. Nou, die hadden we net dus kunnen gebruiken. We gaan nog eens proberen om een 6-ster te halen. En dus noods doen we een tweede aanval. Maar we zitten ook terug boven de 5000 trofeeën. Dat is natuurlijk ook nice. Maar laten we eens kijken wat voor base we dit keer krijgen. Deze base ziet er al wat lastiger uit, vooral omdat hier die X-boog op air staat. Dus dat is natuurlijk vervelend voor onze baby dragons. Ik zie weinig mogelijkheden voor onze kanonskarren, dus we gaan het gewoon proberen met baby dragons. Ik zat aan Pekka's te denken, maar ik vind dat hier te veel sterke ground defenses zijn. Dus we gaan het hier gewoon proberen met onze, met onze air attack met baby dragons. Dus ja, eigenlijk best sterke base. Want goede grond defense en goede air defense.
Dat is redelijk vervelend voor ons natuurlijk. Maar we gaan het goed proberen. Zoals ik zei, ik doe graag challenges op de builderbase, omdat ik het snel kan doen. Als er een keer een slechte aanval tussen zit, dan is het zo. Maar dan maakt mij dat niet zoveel uit, per se. Want ja, kijk, ze kunnen gewoon fout gaan, de aanvallen. En ik word niet echt afgestraft of zo, behalve trofeeën. Maar dat is echt een minim punt, naar mijn mening. We willen natuurlijk hier wel het stadshuis hebben. En dat gaan we hier ook wel pakken. Want we gaan sowieso voor die 2-ster. Dit wordt dus duidelijk geen 3-ster zelfs. Dus dat is een beetje jammer. Ik ga hier wel die ability gebruiken. Of wordt dit misschien nog een 3-ster? Die moet wel neer, die hier. Dat gaat net niet gebeuren. Dat is heel erg zonde. Het gaat alleszins heel close zijn. Het gaat heel erg close zijn. Maar mogelijk hebben we het wel. Nice. Oké, we hebben het gehaald. Die bom gaat hier ons nog onze ability laten activeren. Maar kijk, dat stoort ons niet. We hebben de 3-ster alleszins binnen. En nu kunnen we kijken of we redelijk wat procent nog kunnen halen. En hopelijk dus die 5-sterren. Ik denk niet dat ik hier een 3-ster van kan maken. Maar, of een 6-ster moet ik zeggen. Maar we gaan toch proberen zoveel mogelijk te doen. We wisselen ook meteen even hier naar onze andere gevechtsmachine. En we gaan hier gebruik maken van 2 kanonskarren, denk ik. Die mortier heeft een redelijk goede range. Maar volgens mij kunnen we hier redelijk ver in de base geraken. En dat is ons doel. Dus ik ga hier een kanonskar zetten. Die gaat daar beginnen. En dan zet ik hier een kanonskar in. En dan gaan we kijken hoe ver we kunnen geraken. Oeh, dat was close met dat kanon. Want dat is natuurlijk... Als dat kanon hier... een van onze 2 kanonnen uitschakelt, dat is natuurlijk pijnlijk, want we hebben niet veel troepen. Ik probeer nu vooral wat gebouwen te clearen, zodat mijn gevechtsmachine mogelijk naar het midden zal gaan. Maar het zal toch wel moeilijk zijn. Het nice is dat de kanon nummer 8 hier nu op dit kanon zit te schieten, dus dat gaat alleszins neer. Ook staan hier wel nog ergens Tesla's. Ja, kijk, hier staat nog een Tesla. Dus we gaan hier... het is net te laat volgens mij. Ja, dit kanon gaat neer, jammer genoeg. Nice, de mortier lokt op de gevechtsmachine. Dus ik kan mijn kanon wat dichterbij zetten. Maar de gevechtsmachine gaat jammer genoeg niet zo lang leven. Dus we gaan tevreden moeten zijn als we hier 150% halen. En ik denk niet dat het erin zit om hier die 2e ster nog te pakken. Of die 5e ster dus. Volgens mij, als ik hier nu dichterbij kom, gaat die mortier op onze kanon schieten. Ah, maar die clantroepen komen er wel op. Hij was perfect geplaatst. Hij was absoluut perfect geplaatst. Maar die clantroepen of die verdedigingstroepen kwamen eraan. En daar konden we niet veel aan doen. Dus wij komen nu nog 40% tekort. Wij gaan gewoon niet langer wachten. En we doen gewoon meteen een laatste aanval nog. Om hier die laatste 40% te halen. En wat we hier gaan doen is geen baby dragons. Wij gaan hier dit keer een grondstrategy gebruiken. Namelijk met alleen maar P.E.K.K.A.'s en een bomber om hier een gat in de muur te maken. Ik denk dat dat de strategie is die wij hier gaan proberen. We zullen zien hoe het gaat. Ik zet hier een... Oh, ja, die gaat meteen daarheen. En dan ga ik hier een P.E.K.K.A., hier een P.E.K.K.A. En dan kijken hoe diep we in de base geraken. Soms lukt dit gewoon goed, soms gaat dit echt volledig fout. Maar dit is echt een pure spamstrategie. En de natuurlijke gevechtsmachine moet erin. Die was ik bijna vergeten te plaatsen. Maar heel vaak gaat het nog redelijk goed, deze aanvalstrategie. Ik weet niet hoe het gaat. Dit is echt een pure spamstrategie. Maar toch, ondanks de spam, gaat die hier altijd heel vaak goed. En haal ik de 100% om naar de volgende base door te gaan. Het ziet er ook naar uit dat het dit keer goed komt. Want... we hebben nog redelijk wat troepen die leven. En nog maar 1 gebouw die hier recht staat. Die ene Archer Tower. Die staat hier op onze troepen te snipen. Dus hopelijk kan die bomber het overleven. Ah nee, die wordt nu beschoten. Hopelijk gaat die neer. Nice. De bomber overleeft net. Dat is super voordelig voor ons. Want dan kunnen we nog zijn ability gebruiken op de volgende base. We zijn maar 1 P.E.K.K.A. verloren. Dat is heel mooi meegenomen. En nu krijgen we hier deze base... En wat wij hier gaan doen is, ik zie hier niet zoveel air defense, dus wij gaan hier gewoon 2 babydraken erbij pakken. En onze bom er bovenaan zetten.
en proberen zo diep mogelijk in de base te geraken. Dus dat is de strategie. Ik ga hier proberen... ik zet hier één P.E.K.K.A. in en dan hier die bomber. En dan gaan we hier nu gewoon met P.E.K.K.A.'s en alles naar binnen. Ik doe hier ook even de ability van die P.E.K.K.A. voor dat dubbel kanon. En dan zien we hoe ver we hier kunnen geraken. Hopelijk kunnen we hier die air defenses uitschakelen. Dat zou eigenlijk het doel moeten zijn hier. Dit gaat goed voorlopig. Ik ga hier de ability van één van die P.E.K.K.A.'s weer gebruiken. En dit gaat nice. We gaan hier nu onze baby dragons inzetten. En hopelijk kan die Archer Tower dus neergehaald worden. Want dat is het laatste air defense dat recht staat hier. Samen met die Tesla. Maar die staan bij elkaar. Dus wij kunnen hier een ability gebruiken van die baby dragon. En ik ga hier hetzelfde doen van die andere. En dan is het gewoon weer een 200% dat wij binnen hebben. Dat is dus de sterkte van die P.E.K.K.A. strategie. Als je een base hebt met weinig compartimenten. Dan kun je gewoon met één bomber alle muren opengooien. En je spamt gewoon je P.E.K.K.A.'s met de gevechtsmachine naar binnen. En ja, dat is natuurlijk heel mooi meegenomen. Als jij dan met maar één P.E.K.K.A. te verliezen naar de volgende base kunt gaan. Kijk, nu hebben we hier gewoon weer een tweede 200% op drie aanvallen tijd. Dat vind ik zelf een mooie winpercentage. En kijk, we krijgen weer 50 trofeeën erbij. We hebben onze challenge gehaald. En we hebben ook nog eens onze sterbonus gehaald. Daarmee kunnen we opnieuw een muur upgraden. Dus dat doen we ook lekker even. En we zien dat we het beter hebben gedaan dan onze tegenstander. Dus we zitten weer mooi boven die 5000 trofeeën. En we waren de video begonnen eronder. Dus kijk, kon niet beter gaan. We hebben heel wat punten verzameld. Er zijn natuurlijk nog heel wat challenges te gaan voordat wij aan die 4000 punten zitten. Maar dat is voor een andere keer. Bedankt voor het kijken. Laat zeker even een like achter. Voor jullie kost het maar 2 secondes. Maar voor mij zit hier heel veel tijd in. Dus ik zou het echt enorm waarderen moest je even die like kunnen aandrukken. En abonneer zeker als jij dat nog niet hebt gedaan. Er komen nog veel meer Clash of Clans video's online. Voor de rest, als jij nog op zoek bent naar een clan, dan kun je ook natuurlijk eens kijken naar New Unity. Wij zijn altijd op zoek nog naar nieuwe leden. En join ook zeker even de Discord server. Link daarvan staat in de beschrijving. En dan zie ik jullie gewoon weer terug bij de volgende video. Later mensen.